Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Hè. Weer een nieuwe dag aangebroken. Al ruim schoots, hoor. Ja, ik ben ook alweer een tijd eruit. Want ik was bezig met mijn make-up. Zal ik je vertellen. En toen ging de telefoon. Ik denk, oeps, nou, gelijk weer naar mijn slaapkamer. Maar ja, vertel ik zo meteen wel. Eerst van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Wezenboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, ik ben een beetje door de war. Kan gebeuren, want ik ben met een randdag begonnen, maar het is inmiddels wel weer leuk. Het begon vanochtend om 3:45, ik had al lekker liggen te slapen. Normaal ga ik om die tijd zo'n beetje naar bed, maar ik lag al te slapen, want ik mag voor mij doen bij tijd. Al voor 1, ja. En, maar om 3:45 werd wakker. En ik moest hardlopen naar de wc. Ja, het behoort er eenmaal bij, het leven, aan de diarree. Ja, nou, niet zo fijn dus. Noren tegengenomen. Maar later vanochtend had ik een ongelukje erdoor. Ja, kan gebeuren. Kan iedereen gebeuren, kan jou ook gebeuren. Maar ik was alweer bezig met mijn eigen... Ik was alweer aangekleed en zoals ik al zeg, met make-up bezig aan de telefoon. Was het de onderhoud? Ik denk, ja maar ho, ik heb geen afspraak, dat is dinsdag pas. Maar ja, er was een gaatje in het rooster gekomen en hij was in de buurt, dus hij kon langskomen. Nou, mooi. Ik zei, nou, bent u thuis? Ik zei, ja, ik ben thuis, enkel ik ben minder vlieder, dus heb geduld voordat ik beneden ben. Dus ik leg weer op en ik ga zo snel als ik kan naar beneden. Is er niemand? Ik denk, hoe dan? Oké. Stond niemand. Ik denk, nou, meiden beneden. Poort open. En de tuindeur op het kleine haakje, zodat ze niet naar buiten kunnen. Ja, en toen ben ik dus in de boven gegaan. Maar toen kwam die man de tuin in, logisch. En mij er gaan tekeren. Ik dacht van nou, dat is Willy. Want Willy die kon ook elk moment komen. Inderdaad, kwam zij er ook al aan. Dus ja, helemaal die honden, helemaal gek natuurlijk, uiteraard. Maar mijn tuindeur is gemaakt. Ja, ik heb een nieuw slot, nieuwe sleutels erbij gekregen. Maar hij had ook de schuurdeur gelijk gedaan. Want ook, anders had ik met nog een extra sleutel gezeten. Ja, hallo. En ze zijn allemaal hetzelfde, allemaal van die vierkantjes. Dat noem ik altijd een vierkantje. Maar in ieder geval, ik heb reserve sleutels, dus helemaal top, helemaal geweldig. Maar, dus ja, ook in de schuurdeur gelijk een nieuwe gedaan. Want ja, ik had 1 sleutel voor de schuur en voor mijn huis. Dus ja, moet je er ook voor de schuur weer een nieuw slot. Nou, daar zit in ieder geval weer een nieuwe in. Daar ben ik blij mee. Dat, ik zie enkel wat zitten wat ik niet ken. Dat moet ik zo meteen even bekijken. Maar in ieder geval, Willy is nou ook dus naar boven. Ik heb die man hier op de koffie gehad. Willy heeft de kopjes al weggehaald van haar zelf. Van die man. Nou ja, dat was een jonge man. Dat had mijn zoon kunnen wezen. Ja, 39 jaar. Want dit is Willy de koppie. En daar drong die man uit. Dus ja, helemaal top. Maar hij heeft nog wat voor mij gedaan. En daar heb ik niet voor behoeven te betalen. Nee, dat is ook geen onderhoud van het huis. Nee, maar onderhoud van mijn vriezer. Het nieuwe. Voorfront zit erin. Ja, die kreeg ik niet verwisseld.
Dus de kapotte is gelijk ook weggedonderd. En ik hoor mijn kereltje gelijk miauw zeggen. Dus ook die laten binnen en die krijgt eerst eten. En dan ga ik met de meisjes lopen. Maar eerst ons kereltje even eten geven. Ja, echt waar. En vanmiddag eventjes weer eten voor hem halen. Hé, ja kind, ja. Ja, voor jou even vanmiddag eten halen, hè. Ja hoor, ik kan allemaal leien. Hé, ik kan allemaal leien. Ja, ja schatje. Ja, dan moet ik eventjes opstaan. En een zakje voor je pakken, een kind. Nee, en ik denk, ik doe mijn oude plunje maar aan. Dit komt ook wel bij Tiki vandaan. Ja, niet dat shirt hoor. En daar moet je ook niet naar kijken, dat shirt. Maar ze zeggen het is 19 graden. Maar vanwege de luchtvochtigheid voelt het dan als 24 graden. Maar ik vertrouw het niet. Want als je je ziet het waaien en het is grauw, het is grijs. Het is niet zonnig of wat dan ook. Dat zal vanavond nog weer komen, die zon. Maar ik denk, ik doe er een t-shirt onder. En dan gaan we gewoon even lekker mijn oude plunje aan doen. Want dit heb ik al jaren, al voor de coronagekte, hak het al aan. Ja, tenminste hak ik het al aan. Heb ik het gekocht bij Tiki, ja. Is helemaal leuk. Ja. Zo. Even een zakje. Lekker hè? Je moest, kind. Hé, hey, je bent aan de knoeien. Elwing is aan het eten en die is aan het knoeien. Hé? Hé, hey, hier ook, kijk. Daar. Hier. Moet je ook opeten? Ja. Moeten ze ook opeten van mij, zeker. Nou, en dan gaan we dat zakje weer hierin doen. Ik scheur hem ook nog kapot ook. Zo. En waarom doe ik dat nou in een zakje, hè? Een zakje in een zakje. Nou, in dat zakje, daar heb ik nachtvoer in gezeten van een kant af. En dat gaat stinken, daar komen ongedierte op af, er komen vliegjes op af. En die leggen eitjes en dan krijg je maden in die ton en die maden, dat wil je gewoon niet hebben. Ja, en nou ruiken ze dat niet. Ja. Dat is gewoon een geweldig idee. Ja, je krijgt zo. Ja. Ja. Even het dakje naar de hal toe brengen. Hé, kind? Ja, hè? Ja. Ja. Oh, zo lekker. Hé? Dat dus, ja, dat vindt hij wel lekker. En dan ga ik zo met de meisjes lopen. Ja, dus ja, ik wens jullie gewoon een hele, hele fijne, liefdevolle dag met z'n allen. Geniet ook van hetgeen met wat jullie gaan doen. En geniet een klein beetje met mij mee. Ik zit met eigen het apenzuur. Maar er komt nou ook, de deur is dicht en de deur die staat al dagen eigenlijk open op een, sowieso op een kier. Dus komt altijd frisse lucht en wind naar binnen. Als het waait. En het waait nou. Dus dat dus. Hè? Ja. Dus wij gaan aan het lopen met de meisjes. En dan zien jullie me vanzelf wel weer terug. En wat ik ga doen, weet ik nog niet. Ja, ik moet even nog weer eten voor Kandalf halen. Voor de rest weet ik het niet.
Ik ben eventjes het boekje zoek, omdat onverwachte dingen gebeuren. Ik ben er wel blij mee hoor, daar niet van. Maar het gebeurt allemaal onverwachts en dan denk ik, dan is je hele ritme wat je in je hoofd had om te doen, ben je even kwijt en moet je je dag een beetje anders in gaan delen of wat dan ook. Ja. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb nog de hele middag te goed en dat hebben jullie ook nog. Dus gewoon gaan met die banaan en tot later. Doei! En dan leggen de meisjes lekker op de bank. En het is raar vreemd rot weer. Toch? Benauwd. Benauwd? Nee, buiten niet. Maar in huis wel. Ja, vooral als je aan het werk bent geweest, zoals jij. Ja. Ja. Warm. Warm. Maar ik had buiten wel mijn vest nodig. En niet alleen omdat het frisjes was, maar ook miserige, vieze rotregen. Ja. En daar was ik niet blij mee. Nee. Helemaal niet blij. Maar ik moest wel lachen. Liepen er wel twee met een paraplu op. Die waren bang dat ze smolten. Paraplu met de wind? Ja, en één paraplu die ging inderdaad over de kop. Ja, die ene ging over de kop. Daar schoot er ook nog een keer door de lach. En ik zei zo, bent u bang om te smelten? Ja, ik wel. Ik zeg, en dan met een paraplu die over de huis vliegt. Ik zeg, dat klopt. Als je in de Helderwand, dan weet je toch dat je een paraplu nodig hebt met dit weer? Nee, daar. Dan ga je toch weg. Ja. Je hebt een paraplu nodig. Gaat klopt kapot. Als een bus, ja. Gaat allemaal kapot. Helemaal mee eens. Neem jij dit maar mee. Wat? Oh, dat is, wat is dat? Snoepjes voor haarballen. Oh ja, ik moet wel niet mijn dingetje vergeten. Je wat voor dingetje? En jij dingetje? Mijn bodywarmer. Ja, die hangt op de kapstok. Ja. Dat wist ik al. Anders. Maar dat komt allemaal goed. Ik zit ook met mijn eigen kettingen te harnessen. Je hebt toch een leuk pruikje op je hoofd. Ja, hè? Ja. Met naam Cognito. Cognito. Zo, ja. De racefiets weer op. Ja, met mijn motortje. Dat kan wel of niet. Oudje. Ja, echt. Oudje. Ja. Daarom wil ik hem ook niet meer buiten hebben. Nee, dat is wel goed. Anders worden ze doodgereden. Ja. De ene keer kan hij dan wel over de schutting springen en de andere keer niet. Nou ja, daar ga ik niet op zitten te wachten. Nee. Dan zou de katten doodgereden. Ja, echt hè. Het is vreselijk. Ja, dus. Voilà, gaan we weer. Voilà. Nou, ik zou zeggen een heel fijn weekend. Ja, jij ook. En ik hoor en ik zie je wel weer. Ja. Sowieso maandag. Maandag zijn we er weer. Ja, en thuis de groetjes in de beestjes, knuffeltjes. Ja, hè? Zo. Nou, dan doegie, doegie. Doei, doei, doei. Doei, doei, schat. Doeg. Doeg. Hakkie? Ja, lekker. Ja. Op het hakkie. Dankjewel, doei. Ja, en deze meisjes, die zijn zo lief. Hè? Ja. Die hebben wel een koekje verdiend. Boink. Jij ook? Boink. Zo. Moet je niet. Als ze zo liggen, moet je dat ook nog zien, hè? Van hoe moet dat nou mee? Laat me toch liggen.
Lekker, hè? Hij zal wel weten, hoor. Maar toch wel? Toch wel? Goed zo. Goed zo. Ja. Lekker, hè? Grote meid. Ja, lieve vrienden, en dan is het alweer bijna kwart voor vier. Die klok moet nog goed zetten. Om precies te zijn, 15:47. Had ik de datum al gezegd. Het is in ieder geval donderdag de 25e van de 7e 2024. Ik zeg het nou maar even, want het was gewoon een rare dag. Ja, tenminste tot zover. Ik ga opnieuw weg. Ik ben nog steeds, mijn magie is niet goed. Mijn buik eigenlijk. Ik ben ook wat misselijk. En heel veel pijn in mijn onderrug. Ja, moet je eens zo'n grapje doen. Oké dan. Nou, als je gapen moet je gaan slapen. Ja. Als je moet gapen, moet je gaan slapen. Maar ik ben wel blij dat mijn deur weer op slot kan. Want ik zie nou tenminste zo, zoals ik nou kijk, zie ik het slot al uit. Ik zal kijken of ik dat ook met jullie kan doen. Even. Dan leun ik erop met mijn wijsvinger. Ja, ik ben er blij mee. Ja. En hij heeft deze, die zat buiten, aan de buitenkant. En die heeft hij nou aan de binnenkant. Nou ja, lekker belangrijk. En dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga gewoon lekker dingetjes doen voor mezelf. Ik heb nergens zin in. Ik ben een beetje futloos vandaag. Ja, en zoals jullie al merken, ik ben niet vooruit te branden en dat komt ook mede weer door dit weer wat er nou weer is. En dat is bewolkt, grijs, grauw. Wind, heel veel wind. Je waait uit je kleding weg. Dat moet je zo wat vast binden aan je lijf. En het heeft geregend, maar je werd eigenlijk niet nat. De straten, nou ja, spelden prikjes. Kreeg je te zien meer niet. En dus. Maar in ieder geval. Wij zijn weer verder blij dat alles klaar is. Ga ik het wel vandaag even planten water geven. Zoals die daar staat in de hoek. Dat moet ook even gedaan worden. En die. Dat kindje ervan. Want dat is eigenlijk een kindje. En daar zitten nou nog meer kindjes in. Maar dat komt allemaal goed. Ik ga eerst lekker een bakje koffie maken. En voor mezelf even lekkere, leuke dingetjes doen. Ja, zoals mijn spel. Ja, Township. Hup, dat is die. Dan start ik hem zo vast op. Ja. Township, dat mag ik graag spelen. Ja. Speel mee, dan ik speel wanneer ik dat wil. Nee, ook dat niet. Ja, want ik ga straks eerst vliegtuig doen en dan de trein. Ik ga eerst altijd het land doen voordat ik aan andere spelletjes in het spel begin. Ja. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, denk je even met je meisjes een blokje om te kunnen lopen, de 1 kilometer. Maar nee, helaas is het hem dat niet geworden. Want ik dorst eigenlijk niet weg. Want, nou krijg ik hem hier niet mee op slot. Dat kon eerst wel. Maar nou niet. Ja, hoe dan? Ik zal het jullie laten zien. Ja, ik zal het jullie laten zien. Rijka, ga eens even fut.
Wegwezen. Rijker, rijker toch. Hier ook, mijn duim. Onder mijn duimnagel. Zien jullie iets zitten? Dat is onder het ijzer nog, want dit is ijzer. Hoger, hoger. Dat is ijzer. Maar daaronder zit nog een stukje hout. Dat moet weggeveild worden, want daar komt net dat slot tegenaan. Dat komt er tegenaan. Dus hij, nee, niet waar, wat hieruit komt. Want hier, ik moet eerst, ja, dat ding komt er tegenaan. Ja, dat komt er daar dus tegenaan. Dus ja, ik dorst eigenlijk niet weg, maar ik moet het toch wel doen. Maar er komt vanavond eentje om 8:30 even hier op om te kijken of hij wat kan doen. En ik zeg, ja, volgens mij met een veil. Ik zeg, moet weg, maar reken die kracht niet. Dus hij zal kijken, hij is handig, dus ik hoop dat het goed mag komen. En dan hoop ik dat ik hem dan wel op slot kan krijgen. En makkelijk, hè. Moet makkelijk van slot en op slot. Dat ik niet een uur nodig heb voordat hij eindelijk open gaat. Ik baal hier stierlijk van. Ja. En nou is Rijka buiten. Ja. Maar meid, hij komt om 8:30. Dus ja, we zullen het beleven. Ik ga de televisie aan doen en ik ga een hapje eten. En ja, ik ben er gewoon verdrietig en helemaal verslag van. Waarom nou? Waarom willen ze me niet helpen? Weet je, help dan ook goed als je helpt. Je doet dat werk. Dagelijks. En dan? In ene? Je behoort die deur dicht te doen en op slot te draaien en weer open te draaien. Lukt het niet, dan weet je dat je fout zit. Dat wat gedaan moet worden. Ja, toch? Of ben ik nou zo gek? Maar ja, het zal misschien ook wel aan mij liggen. Ik weet het niet hoor. Nee, ik weet het niet. Ik ben er eigenlijk wel verdrietig om. Ja. Ik weet het gewoon niet. Ik geloof dat ik er eens even, net zoals die vloer, hè? Moet ik zelf mijn woonkamer leeghalen? Hoe moet ik dat doen in mijn uppie? En ten tweede, ik heb nog nooit niet een huur overgeslagen. Ik ben geen wanbetaler of wat dan ook. Ik betaal alles zorgvuldig. En, want je huurt zo'n huis. Dan verwacht je ook dat er wat tegenover staat. Maar nee, ik kan alles zelf doen, hè? Ja, het is gewoon bizar. Ik ga er ook binnenkort een TikTok-filmpje ervan maken. Maar ik wacht eerst even hun af, want ik moet eerst eventjes... Die man die heeft een foto's gemaakt en hij zelf kon er niks doen. Nee, dat begrijp ik, dat je nu nog niks kan doen. Dat moet ook eerst een gesprek overkomen. Maar doe in godsnaam wat voor me. Ja, toch? Die asielzoekers, die krijgen alles voor elkaar. Een dure auto voor een neus. Een huis ingericht en al. En wat krijg ik? Helemaal niks. Nee. Dus het mag wel eens een keer gedaan worden, dacht ik zo. Ik heb genoeg mee moeten maken en nu is het hun beurt. Zo simpel als ik weet niet wat. Ja, ze zetten maar een container neer en daar kunnen spullen in en breekbare spullen kunnen naar boven en de meubels, hup, die container in en op slot. En ja, weet ik veel wat, weet je? Ze moeten nadenken, ze doen alles en alles wel voor die buitenlanders, hè, die gelukzoekers, want het stikt hier ervan. Allemaal gelukzoekers. Dus ze hebben allemaal, de een naar de ander krijgt een huis. Hoe dan? Zelfs in die nieuwbouwwoningen die net gebouwd zijn. Ja, hoe? Jongen, nog aan toe. Bizar. Maar in ieder geval, ik ga de televisie aan doen en ik ga een hapje eten. Ik neem een bak koffie en ik ga mijn vlog in elkaar zien te zetten. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en...
Ik zou zeggen, ja, tot later vanavond. Tot dan. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, ik ben weer blij. Ja, van mijn deur, die kan weer dicht op slot en al. Ja. Die lieve meneer die ik dus kan, ja, die kwam naar me. Hij heeft het ooit wel gezegd, maar het is altijd, hey man. En hij zegt altijd wel Corina, maar ik zeg, hey man. Ja, het is toch een man. Ja, daar zeg ik niks mis mee. Maar die heeft het even, ja, we zochten bijtels, maar ik weet niet waar mijn mannetje dat ooit heb gehangen of wat dan ook. En ik heb er geen ruimte voor om te gaan zoeken. Ik kom vanzelf wel weer terecht als die rolstoel er maar uit is, ja. Maar oké, okay, daar zit ik nog steeds op te wachten. Ik zal weer eens vandaag morgen een seintje gaan geven. Lieve schat, wanneer kom je nou? Want ja, het zat mij echt zodanig in de weg. Ik kon daar niet keren. Zelfs Rijka niet, nee. Nee, die moet ook achteruit lopen. Ja. Maar in ieder geval, het is met een schroevendraaier en een hamer. Je heeft die eruit getikt wat te veel was, want dat was best te veel. Ja. Maar het is niet alleen om een kleine stukje qua lengte, maar ook diepte moest hij in. Ja. Dus dat had die man nooit niet goed geregeld. Nee. Dat, ja, dat gaat wel eventjes nog een telefoontje morgen of zo erheen, of wat dan ook. En dat hij daar even wel voor op zijn vingertjes getikt moet worden, want ik kan er moeilijk op wachten om morgenochtend te bellen, want dan had ik nou zo meteen met de meisjes niet kunnen gelopen. En dan kan ik nou wel, en daar ben ik wel weer blij om. Ja. Ja, die man die had dat even, tenminste, dat was nog een jonge man. Hij was 37, dus ja, een jonge man. Hé, ja, kind. Oh, zo'n kind. Oh, zo'n kindje van me. Ben jij zo'n kindje van me? Ja, ben jij zo'n kindje van me? Jij. Oh, gosh, dikkie doosje. Zo'n vrouwtjes meisje. Ja, zo'n vrouwtjes meisje. Lekker achter het oortje, hè? Oh, zo lekker, hè, achter het oortje. Dankjewel, schat. Maar ja, net als ik zeg, ik ga met ze lopen even en daarna gaan we lekker naar bedje toe. Maar eerst lopen. Ja, toch? We gaan toch eerst lopen? Gaan we eerst lopen? Ja, dat dus. Dus ja, lieve vrienden, ik moet er ook bij tijd staan, want ik moet morgen om, meende ik, 1:30? We gaan even kijken. 1:30, meende ik. Ja, 12:30. Om. Ja, 12:30. We hebben het zo raar staan. Vrijdag 26/7. En dan kan ik weer niet lezen. Enkel de vier kan ik lezen. Dan 12:30, ja. 12:30, 1:30, moet ik er wezen. Maar dat moet ik redden. Moet. Ja, moet ik jullie uitgelaten hebben. En ik moet er ook lopen tijd. Kan je dat? Ja, dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal, ook gezond uit je bed zien te komen. Voor de zieken allemaal, beterschap. Voor degenen die vakantie hebben, nou, een hele fijne vakantie. En degene die werken moeten, werk ze. En ik zou zeggen, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.